Laten we eens gaan kijken in het noordelijk deel van het Amerikaanse continent. Reis maar met me mee naar Alaska, een ijzig land. Kwamen de mensen hier over een soort landbrug 10.000 of 12.000 jaar geleden? Of kwamen ze in bootjes gemaakt van dierenhuiden 4.000 jaar geleden? Er wordt zelfs gezegd dat sommigen op ijsbergen kwamen. Stel je eens voor, over één ding is iedereen het echter eens. Zij waren de allereerste mensen die ooit naar dit deel van het continent kwamen, het uiterste noorden. Ze hadden geen gemakkelijk leven in de kou, deze veroveraars van het hoge noorden. Moeilijker levensomstandigheden vind je nergens op aarde. We moeten wachten met reizen tot het weer beter werd. De jacht was zo slecht het afgelopen jaar dat we niets te eten hadden. Hij heeft gelijk. Als we niet gauw iets te eten vinden, zullen we verhongeren. Ik weet waar we zijn. Nog een paar uur en dan zijn we veilig. Gaan jullie maar verder zonder mij. Ik ben moe en ik moet eerst even rusten. Nee, echt, ga verder. Dan komen jullie voor de nacht op de plek aan. Dat is goed, maar de jongens blijven bij je. Ja, dit is een goede plek, want daar is de zee. Hier is vaste grond, we kunnen bouwen. Wij danken je voor je komst. Je zult wel dorst hebben. De zon komt terug, de lente is er. Oh. Moet je horen, er was een grote zeehond en hij was wel zo groot.
Ik voer met mijn kajak naar hem toe en opeens was er een andere zeehond die nog groter was. Ik had hem niet gezien en opeens plons. Als je je boot afdekt met zeehondenvelden, dan kan hij niet meer vollopen. Hé, hey, wat zei die ouwe, wat zei die? Hij zei dat als we onze boten afdekken met zeehondenvellen, ze niet meer vol kunnen lopen, snap je wel? Wat een goed idee, waarom ben ik er zelf niet op gekomen? Wat ik dus zei, het is een goed idee. Je idee werkt niet. Oh nee, ik zou gezworen hebben dat het werkte. Maar elke uitvinding heeft zijn tijd nodig. Het prototype moet altijd veranderd worden om het te vervolmaken. Zo gaat dat, vrienden. Goed, eens even nadenken. Nee, dat is niks. Nee, dit model is het dus ook niet. Waarom kan ik nou geen goede oplossing bedenken? Nee. Hoewel, dat idee heeft misschien wel mogelijkheden. Ja, dat is het. Dat is de oplossing. Hop, 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 hop. Eureka! Ja! Geef maar toe dat ik briljant ben. Niet zo somber, jullie krijgen heus je deel wel. Wat gebeurt er? Wie slaat me? Wie gaf me een dreun in mijn neus? Wie deed dat? Maestro, het ijs begint te smelten. Wat doen we nu? We maken een lage rand van ijs en bouwen daarop nieuwe huizen van hout en huiden in dezelfde vorm. Bedtijd, kinderen! Kom op daarheen! Thank you.
Hou vol, hier, kom al. Help! 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 We delen de buik met jullie, maar dat is nou voor de allerlaatste keer. Auw! Vlug naar het kamp. Maestro, Caribous, een hele kudde, daar. Ze zijn er ginds. Het is al bijna winter. We hebben dat vlees nodig. Wat moeten we dan volgens u doen, maestro? Nou, van jachttechnieken weet ik bijna alles. De eerste mogelijkheid. Jullie naderen de dieren onopvallend door hun gedrag na te doen en tegen de wind in. Dan is er de truc met het bevroren meer. Het moet daarvoor niet te hard vriezen. En dan is er de methode waar ik de voorkeur aan geef. Nou, voor deze winter hebben we vlees genoeg. En met al die huiden krijgen we het niet koud. Goed, nu weten jullie iets van het leven van de mensen in het hoge noorden. Het noordoosten van Amerika. En nu gaan we een kijkje nemen in het noordwesten bij de Chuli. Het volk dat spoedig het hoge noorden zal domineren en andere volkeren zal verdringen. Verbazingwekkende jagers die de drijvende harpoen uitvonden. Waterdichte boten en ondergrondse woningen waar het prettig toeven was zelfs in de winter. En olielampen die niet alleen licht gaven maar ook warmte. Papa! Wat een joekel zeg. Realiseer je je hoeveel vlees we krijgen als we één zo'n beest vangen? Tijd voor de walvisjacht. Gauw terug naar het dorp. Alles klaar? Morgen gaan we op jacht. Ja. Alleen nog vet op de nader doen. Mooi. Ik ga onze buren waarschuwen. Jullie moeten eerst een leider kiezen. Jij hebt van ons allen de meeste ervaring. Jij moet de leider zijn. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, daar zijn we mee eens hoor. Hoi, hoi. Ik kan net zo goed walvissen dood als hij. En ik ben ook een baas. Ik wil de leider zijn. Een ander keertje. De mannen hebben nu al gekozen. Nu wachten tot je zijn buik ziet. Als ik het teken geef, gooi dan eerst met de drijvende harpoen. Nou, allemaal tegelijk. Thank you.
Dat is een kunstwerkje. Mag ik eens zien? Alles goed? Nou vlug je kleren drogen, anders gaan ze rotten. Ja, maar eerst de rekening vereffenen. Niks ervan, het is vrouwen verboden het mannenhuis te betreden. Oh goed. Willen jullie dit aan mijn echtgenoot geven? Hij is daar binnen. Ja. Dat weet je best. Jouw vrouw is lang zo dik niet als de mijne. Ja, je hebt gelijk, maar de jouwe is weer een stuk gezelliger. Als wist van vrouw ruilde. Dat kan best leuk zijn. Ja. Hé, hey, je grote baas heeft je eten gebracht. Zij is de baas. Je grote baas. Zij is de grote baas. De vrouw heeft hem de broek aan en laat hem elke avond afwassen. Mee naar buiten. Je hebt mijn vrouw beledigd. Bied je excuses aan. Het spijt me, huis, het spijt me. Nee, niet wegjagen. Misschien kunnen we ze gebruiken. Moet je kijken hoe mager ze zijn. Er zit nauwelijks een maaltijd aan. Ja, maar hij heeft gelijk. We kunnen ze goed gebruiken. Gedurende vele eeuwen breidden de ijsvelden zich uit over de baaien en zeestraten en hielden zo de walvissen tegen. En zo vertrokken de Tjuli met hun honden om het hoge noorden te veroveren. Met hun hondensleeën overbrugden ze de 12.000 kilometer tussen de Beringstraat in het oosten en Groenland in het westen. En ze ontmoetten andere stammen in het oosten, zoals de Dorsets. Ach ja, nou, die verdwenen allemaal met hun primitievere samenlevingen. Ze gingen op in de stam van onze dappere en slimme veroveraars. Op hetzelfde ogenblik, ergens in Noord-Europa, voelt een ander volk ook de behoefte om op veroveringen uit te gaan. De Noormannen en de Vikingen. Ja. Een expeditie geleid door Erik de Rode zal niet verder gaan dan Groenland. 14 jaren later duiken 2 schepen op voor de kust van Newfoundland. Ze werden geleid door Thorfinn Karlsvenne. Land in zicht, mannen. We zullen de eerste zijn die voet aan wallen zetten.
Kom eens kijken. Ze hebben twee grote umiaks en moet je die witte beesten zien. Wat moeten we doen, maestro? Alle vreemdelingen zijn demonen. We moeten ze afslachten. Oei, vriend. Laten we ze rustig gaan bekijken, maar we nemen wel wapens mee. Laten we ze wat walvisvlees brengen. Misschien hebben ze honger. Kijk, dat zijn de mensen. Kunnen niet, dat zijn de gunne mensen. Oh. Wat, die hot hij die hoi hij. Wat breubel te knullen, hè? Waarom spreekt hij niet gewone mensentaal? Hoor ze knielen of alles niet. Waarom spreekt hij niet gewone mensentaal? Proef die vlees, ja. Het is een vieze, leuker wel. Ja, in eerste instantie leken ze goed met elkaar op te kunnen schieten. Het ging uitstekend, ze dreven zelfs handel. Maar al snel ging het mis. Nee, dat gaat niet door. Eén is niet genoeg. Jezus, hier heb je drie stukken. Ik wil dat ding dat je aan je zij hebt hangen. Het speurt me, het is een verbeuren jullie sporen te geven. Die mannen daarin, ze hebben een sporen gestolen erachteruit. Die vreemdelingen zijn slechte mensen. Ze bestelen en vermoorden ons. We zullen ze hier wegjagen. Klaar, deze land is net geschikt voor ons om er te wonen. Ja, we gaan er vandoor. En zo vertrokken de vikingen richting Groenland en daarna naar hun thuisland en vergaten de Eskimo's. De meesters van het Hoge Noorden, de enige meesters. Maar de rijkdommen van hun wereld zouden later pelsjagers en handelaars aantrekken en niet altijd het soort mensen dat je graag om je heen hebt. Alcohol, plunderingen, aanrandingen, moord, honger en ziektes waren de giften die de nieuwkomers met zich meebrachten. En de Eskimo's zouden in aantal achteruit gaan. Tegenwoordig werken hun afstammelingen in moderne industrieën. Ze verwarmen hun huizen met stookolie. De moderne tijd is gekomen. En het lawaai van motoren heeft het geblaf van de sledehonden verdrongen.